Dag beste kijkers, welkom bij deze uitzending van de lokale Omroep Stij. In deze uitzending gaat je terug naar carnavalsdinsdag in de teken van half vaste. Op deze dinsdag hield de ketelmuziekjury haar receptie voor het installeren van 2 nieuwe leden. En tevens werd de 86-jarige Lies Lemmes tot erelid benoemd. Morgen allemaal, hier op de traditionele receptie van de jury, natuurlijk allemaal van harte welkom en speciaal welkom de nieuwe juryleden, Annie en Jack. Ze zeggen, klappen maar eens voor ze, want ze weten niet hoe ze aan de woest zijn, boys. Eerst bejaarde prinses, toen bij de jury gekomen en voor mijn altijd Lies een geweldig en een fantastisch lid gevonden. En ze gaan de begint die denk, en dan denk ik aan Lies, maar dan denk ik ook meteen aan Paul den Dom. Dan denk ik vooral aan een tijd vol nostalgie, vol lol, maar ook vol emoties. Huilen, lachen, bittere tranen, we hebben het allemaal samen gedaan. Maar het meeste hebben we toch gelachen. En verkennen zeggen, we hebben met Lies alles metgemaakt in het leven. De ganse jury, mocht ik wel zeggen. Ze wordt service meestal door een man of zo 7 hoes gebracht, Lies. Zeg nu maar ja. Man of zo 7 hoes gebracht. En we hebben dat ook altijd met veel liefde en veel plezier gedaan. We hebben er gehaald, we hebben er gebracht. Maar dan komt toch een tijd dat ze dus, ja, dus is het nu maar Lies, dan zit ze in een rolstoel. En als ik de jury rondkijk, dan zijn er toch vuil bij je, hoe dat ook naartoe gaat. En als je naar mezelf kijkt, iedereen, wil ik net zeggen, hè, iedereen die krijgt dus wel eens in mankementjes. En dan willen we er ook even bij je stilstaan. Lies, we hebben over dik vergaderd. En we kennen hier nog de ganse middag geweldige verhalen ophangen. Ze is een geweldig jurylid geweest. We hebben over dik vergaderd en wel 1 vergadering, wel 2 vergaderingen. Hele discussies wat we met dik zouden doen. En die lepen nogal wiet uit de reet te menigen, hè, mannen. Ja? Maar we zijn toch tot een besluit gekomen. En het is nog nooit gebeurd in Eeltje en nog nooit bij de ketelmuziekjury gebeurd. We benoemen die hier met als erelid van de ketelmuziekjury in Eeltje. Else Gijs, dat is hoe je voor Stijs. Een saaie leg is dan weer voor Else tradities. Verzeer nog wedge op dat er nog een echte Else Gijs is. Een dank begint naar het verleden en een knipboog naar de toekomst. Ja. En nemen op de WC's weer een bezoek komen met de jury. Ja? En we hebben nog het voor op de vensterbank te zetten. Dat iedereen de binnenkump wets, dat stik van Eeltje best. Dit is een uniek collectors item. Er zijn er maar 12 van gemaakt. En dit is voor de huidige jury. Het is een beeldje met een zuil met heel veel symbolen, maar dat komen we nog een keer uitleggen. Dit heeft te maken met de Schippersbeurs, met de teukens wat dromen hangen. Het heeft te maken met de verbondenheid met de dorp en natuurlijk de slek. En de slek, die oog op het ogenblik midden in een tuin steekt.
Prins Aaron de 11e. De ganse wereld zien we. Ook wordt op deze dinsdag de carnaval afgesloten. Dat gebeurde bij het beeldje van het Guske. Ondanks de kou worden toch veel kiekers daar. Daarna wordt het beeldje teruggebracht naar het Schippersbeursmuseum, waar de carnaval wordt afgesloten. Welkom dat je zit gekomen naar de afsluiting van de Vastelavond. Ik hoop dat je het allemaal heel erg leuk gehad hebt deze dag. En het is een beetje koud, dus we gaan maar eens beginnen met het programma voor vandaag. We gaan beginnen met de winnaars van het Elster Liedjes Concours op de 11e van de 11e. Dat zijn Paul en Wim met Homer op die trommel. Ja! Hou maar op die trommel en wijk maar op dat vlak. Er is weer vastelovend, dan wordt dat lekker oud. Dan nog een roven, geef maar volle gas. Aan de man die het meeste gemoeld heeft deze carnaval, Jordan Dop. Oh. Goedenavond, saaileren, saaileinnetjes. Versleten weer de vastelavond, avond, Eelsen. We hebben een schitterend seizoen achter de rug. Het begon al met een jubileumrevue. 3x11 jaar. Geef je liever de revue met een flink applaus. We gingen door. We kregen ons leedjesconcours. En toen, ja, toen kwam het.
Toen geven we een schale zitting. Chique zitting geweest dit jaar. De prins wordt uitgeroepen. En Guido wordt daar. Geef Guido een applaus. Guido was de prins. Hij heeft goed gedaan dit jaar. Maar we gingen natuurlijk weer door. Guido, waar is hij dan? We gingen door. We kregen ons jeugdzitting. Een schitterend spektakel gebracht door het jeugdrevuegezelschap. En wij komen eruit, onze jeugdprins Harry de Jetste. Harry, waar is het? Ja, Lu. Zo gingen de Nijlse. Het leven allemaal goed. Vrouwen de berg is los. Hoe Fabrizio het echt losmaakte. Hoe eigenlijk veel te van Lu waren. Maar ook dat kostte voor de baas. Daarna de schitterende vue. De zeilcamping. En oude wieverbal. We hebben nog een schitterende megaparty gehad. Onze jury met ons kusje. Die waren overal wie. Geef het kusje allemaal een applaus. Onze Pim. En dan hebben we natuurlijk ook nog eens oudere zitting. Wanneer is minder uitgeroepen wordt. Als de vrouw van onze ex-prins Jan de Veerde. Lies van Eusen, onze seniorenprinses. Geef haar ook een applaus. Liesje de Westen. Ja, en eigenlijk moet ik wel zeggen. Zeker ook door de schitterende optocht. Dat dankzij het revuecomité weer prima leep in Eilse. In Berghausen officieel regelingscomité. En het leef van gekloten. Maar Nederland hebben gewoon het jongens die daar die showers omgezetten. En vrouwen weer een schitterende optocht. Met een record aantal deelnemers van 1484. Geef ik daar maar zelf een applaus voor. Kortom, samengevat. De vastelavond in Eilse, de lijf en de bliedleven. Als we er samen voor in blijven zitten. Vrouwen dit jaar gooi prinsen. Vrouwen dit jaar weer eerder als één mid. Vrouwen, ik steun van allemaal. En daarom hartstikke bedankt. Namens onze prins Guido de Jetste. Namens jeugdprins Harry de Jetste. En namens prinses Lies de Veerde. Wilfried Thor. Als kandelsvereniging de Saaieleren. Allemaal verdanken dat je weer zo hebt metgedaan. Bijna alles weer goed verkocht. Iedereen wordt represent. Eilse, alaaf! Nou, dan gaan we weer met Ingo en Aaron. En de geuskes natuurlijk. En die gaan een liedje voor ons zingen. En ja, je zult het wel zien. Doordat de klok met putjes geet slot. Ik zeil, zeil toch, zwaar heer, ik ben een Eilse man. Ik hou van het weer en ik hou van de zee. Ik lig je vooral met de gekke baas. Ik het schoon, dus ga niks meer door. Dan blijf ik jou, ik blijken. Er saaien liggen boren, zo saaien ligt al jaren. Ik saaien, saaien toch, zo heb ik ben een richtige Eilse man. Ik weet nog niet waar even stond, doordat de klok met beetje steeds stond. Ik ik ben een Eilse man. Door hupste Marie, daar is mijn drie. Die liggen vooral echt te kletsen. Niet ga niks gedoen, doet het werk nog niet schoon. Dat komt van al het zwetsen. Er saaien liggen voor.
Ik ben een richtige Else man. Ik weet nog niet waar hij bestond. Doordat de grond met bitjes geen schoot. Ik zeil, zeil toch zwaar en ik ben een Else man. Wij jongen zo van, of het warm is of koud. Dan heb je hetzelfde bestellen. Of het goed is of slecht, gelukkig of pech, dat is niet te vertellen. Er zijn geboren, zoals zeil al jongen. Ik zeil, zeil tot zwanger. Ik ben een richtige Else man. Ik weet nog niet waar even schoon, doordat de klok met bitjes steeds schoon. Ik zeil, zeil toch zwanger. Ik ben een Annie Kullen met het liedje Heimwee. Sehne die Hüskes, die Strötjes, die sind nur aus Warmes. Sehne die Lüde, die du gerbst, die sind nur verlotte Höps. Und sehne die Älterlitjes, liebe Freund. Het is van alles gaat. Want het heimwee neemt u met. Maar die Else vergeet u niet. En zo wit van ons heen. Ja, maak dat ik ook riek. Eine drummelt ik ook bezig, der van die geboorte deur. En om ja als du zijn pjaar hebst du dan in gedachten die koffer zal gebaar. Want het heen vult die pijn van het heimwee die Else weer te zien. Want het heimwee neemt u met. Maar die Else vergeet. Voor
hart vol diep in van het heimwee die Else weer te zien. Nou, nu gaan we naar verloesteren wat Piet nog te zeggen heeft. Een simpel litanie. Leve Heer daarboven, och vergeef mij mijn zank. De waal misschien gevreemd is, maar de overloop van dank. Omdat het vastelavond is, ben ik vandaag zo vrij. Ik wil nog aandacht vragen voor mijn simpel litanie. Gezegend is de bekker, die met slagroom en glazuur de kook voor mij verseerd heeft, met een reusje en een figuur. Gezegend ook de kok, die zijn gerechten schoon garneert, womit hij toch zijn gasten en urschepping heer waardeert. Gezegend is de schilder, die alleen maar voor de spas gaat kleurgoof aan al die pekstjes met de pinsel of met de kwas. Gezegend is de schnieder, die met een artistieke handje zien stufjes woest te plooien en te verseren met kerkijntje. Gezegend is de oma, die het kindje op de schoot vertelde van de kabouters en het leven en de dood. Gezegend is de dichter, die mij ritmischheid vertelt, dat het leven ook nog zin heeft hier, als het is goed geteld. Gezegend ook de pastoor, die met de Bijbel en met de kers vertelde van een hemel waar zelf nog nooit was geweest. Gezegend is de speelman die voor mij een leentje zingt. En gezegend is de bontje kloon die mij aan het lachen brengt. Lieve heer, vergeef me dat ik hier heb gestuurd. Maar ik dank u hier daarboven dat hier mij heb aangehoord. Want het leven is onmenselijk, alleen maar in een slaafse sleur, zonder fraaien, zonder vaste loven, en truiten, zonder kloon en zonder kleur. Dus bedankt. Smörjes früh, dort de Werder geht.
Thank you.
Lief nu, je zit pad nu nog in het pad, maar vond je het heel zoals je met hetzelfde potje als de saailerij rond zien lopen. We hebben heel veel plezier gehad en ik hoop dat het nog de komende jaren zo door kunt gaan. Alaf! Ja, nee. Ja, want binnen de vastelovend hebben ze natuurlijk altijd vuurgangers nodig. Lui, die de vraag gewoon. Dat is heel belangrijk, wilde de carnaval slagen. En ik ga wel zeggen dat voor een Eilse dit jaar 3 gooivuurgangers zouden. 3 prinsen die willen laten kijken wat een Eilse prinsin is. Mogen ik daarvoor op de eerste plaats prinses Lies de Veerde, de seniorenprinses, hartelijk danken. Applaus voor haar. Waar overal, ze leed zich overal zien en de senioren van Eilse tegen volop met aan de vastelovend. Maar natuurlijk ook onze jeugdprins, Harry. Harry de Njetste. Een kump uit een familie, ja, daar zit het in de familie. 3 generaties al prins, dus wat dat betreft, hou voor de goeie hoop op dat dat goed zou komen. En we moeten zeggen, Harry, dat heb ze het voortreffelijk gedaan. De leed schieken wie de jeugdprins in Eilse dan bedoeld zijn. Nou, Dien, dat vind ik jou dat ook wel geweldig deed. Nu nog fors is, heb stig laten kijken dat we die kosten doorzetten, dat 4 prinsen hebben die uit het goede hout gesneden zijn. Geef ons een jeugdprins, Harry de Njetste, oude applaus. De grote vorst natuurlijk, de prins van de saaieleren, 2010, Guido de Njetste. Guido, ik denk dat jullie van Eilse hebben kunnen zien, dat stig precies wie dat moest allemaal. De koos schoot midden in, de stings overal, wie we dat van dicht gewend waren, de wars overal, en als ze door was er gans door. Of dat nu met de ganse kleintjes wordt, moest ze prachtig met koos spelen, of dat nu met de oudere wordt, moest die ook lid zijn, of met de jonge meisjes moest ze met gecharmeteerd hebben. Dit was ook de volledige steun van de vrouw, Sharon Dabie, en natuurlijk ook, voor hebben we er net al waren zeggen, Asmi, die ook overal eigenlijk bij was, en altijd metging, en ook ervoor heeft gezorgd, dat de vastelovende Eilse met u veel pracht en kleur heeft gehad. Mooi voor ook Guido en zijn gezin bedanken. Geef een geweldig applaus. En nu de hupje mogen kloppen. Maar dat betekent wel dat de vastelovend voorbij is. Dat betekent ook dat we ook de prinsen dit potje moeten gaan afpakken. En de prinses dat gewenken. Het is nog niet gans voorbij. Volgend jaar dan starten we een nieuw seizoen op de 11e van de 11e. Dan beginnen ze met Streeg, maar ook in Eilse. En dan kom we ook weer hier, precies weten we dat nog niet, met dat gusje afvallen. En dan krijg je ook weer die potje opgezet. En dan krijg je dan nog weer een flink lang seizoen, want het duurt heel lang voordat volgend jaar pas dat aftreden is. Maar van de prins altijd een tijd van komen en een tijd van gaan. Daarom, tijd van gaan is voor vandaag gekomen. En dan moet voor u toch even ook het zaken van afpakken.
En hiermee sluit voor onze uitzending af en we hopen dat je er genoten hebt. En tot de volgende week. Dag!